We zijn hier bij kwekerij Panda. De eigenaren zijn Paul en Aad van der Knaap. Dit gedeelte van de tuin is voor de aubergineteelt. Verderop hebben we nog een gedeelte voor de strelitzia, worden daar geteeld. De kast die we momenteel aan het ophogen zijn is 17.000 vierkante meter. Dat is ongeveer de helft van het totale project. We gaan hier in totaal 40.000 vierkante meter omhoog halen. De bestaande hoogte is ongeveer 4 meter, 4 meter 13. De kast wordt 1,60 omhoog gehaald. Daardoor wordt de nieuwe hoogte ongeveer 5,60 meter. Vanaf de betonpaal tot onderkant groot. Ja, we hebben gekozen voor de verbouwing omdat we hoogte tekort kwamen. Omdat we opstaande gewassen hebben. Ja, dat kost ook productie. En klimatologisch is het beter. Als je hoger bent, dan heb je meer buffer boven je gewas. Dus klimatologisch maak je ook een stap. Doordat de kast maar 18 tralies is, wordt deze kast, als we weten, vierkant omhoog gehaald. Bij elke kolom, elke kopgevelkolom en elke zijgevelkolom staat een krik. En eigenlijk is de truc, het kunstje is eigenlijk om de kast in één keer vierkant omhoog te halen. Daardoor hebben we tijdelijke schoren aangebracht. Vanaf het betonpad hebben we takels en bandschoren aangebracht die tijdelijk de functie van kruisschoren overnemen. Om ook daar de stabiliteit van de kast te waarborgen tijdens het omhoog halen. De krikken gaan uit met behulp van luchtdruk. Het zijn een soort luchtpotten. Elke keer gaan we 5 centimeter tegelijk omhoog. Dus we gaan van achteren naar voren elke rij 5 centimeter doen. Gaan we weer naar achteren, doen we weer 5 centimeter. Dus dat gaat vrij beheerst, vrij langzaam gaat eigenlijk de hele kast in één kant, in één keer vierkant omhoog. De heren van de Knaap ook wel graag wilden, is dat het weer een hele nette kast wordt, fris. Vandaar dat de kolommen die nieuw geplaatst worden wit gekoot zijn. Dat is en het voordeel, het ziet er heel netjes uit, heel strak. Ja, ook voor de temperatuur, witte poten die blijven koeler zeg maar, in de zomer. Dus die hebben dan minder warmte afgave in de namiddag, zeg maar. Dat was ook de reden. Ja, het zijn gewoon de specialisten op dit gebied. Dus, ik kom eigenlijk een groep mensen die allemaal de ding doen. En niemand zegt er wat eigenlijk, maar ze weten goed wat ze,
wat de taken zijn. En dat vond ik eigenlijk, mooi, het wel verbazingwekkend. Niemand gaat overleggen van iedereen gaat gewoon, dat is mijn taak. En ja, dat liep al. Ja, voor de rest was het een grote wens dat alles intact bleef. We hebben een systeem leggen dat het water afgevoerd wordt. Ja, alles moest wel netjes gebeuren. Dus dat er niks kapot gereden werd. En dat is goed gelukt. Kijk, we hadden de plant gezaaid. Dus die plant die wacht niet. Die komt 18 december moesten we, was de plantdatum. En dat, dus halverwege was het best wel van, ja, gaat het wel lukken. Want dan zie je overal... rommel. Overal leg wat en overal staat wat. En de gevels liggen natuurlijk allemaal eruit, verwarming. Dus het was wel. We hebben een paar keer overleg gehad, maar ik ben wel iedere keer gerustgesteld. Van slaap maar goed, want het is komt wel goed. Het is goed gekomen. Dus, en het is altijd tot het eind toe spannend. Dat heb je toch wel met zulke dingen. We zijn bij kwekerij Anko in Wateringen. Het project is het verdekken en vernieuwen van een dek van een schuurkasconstructie. Het glas en het oude aluminium wordt gedemonteerd en het wordt beplaat met nieuwe sandwichpanelen om alles weer waterdicht te maken. De kas was dermate lek geworden dat het hoogst noodzakelijk was om er een behoorlijk dek op te leggen, een sandwichdek. Op dat sandwichdek komen tegelijkertijd zonnepanelen. Door een stukje milieuverantwoord weer bezig zijn. Er staan enorm veel machines in de hal die een hoop geluid produceren. Dus het wordt gelijk een goed geïsoleerde ruimte, geluidsdicht. Gisteren zijn we begonnen met het demonteren van het glas en aluminium. En vandaag gaan we daarmee door. En gelijk erachteraan gaan we de nieuwe panelen monteren. We doen dat met een grote mobiele kraan van Boekestein. Die de panelen één voor één met een grote zuignap op het dek monteert. En ja, waar ze bevestigd worden aan de bestaande gordingen, aan de bestaande staalconstructie.
TC van der Doel ken ik eigenlijk al sinds 2006. Daar hebben ze voor het eerst bij ons een kas 1,80 meter opgehoogd. En altijd naar volle tevredenheid. De mensen werken erg schuur netjes. Er wordt ruimschoots van tevoren goed ingemeten. Waardoor eigenlijk de installatie bijzonder vlotjes verloopt.